Dat vind ik wel interessant. Oké, duidelijk. We gaan het hebben over TikTok, jongens. Heb ik ongetwijfeld gehoord. Daar ook heel veel mooie muziek te vinden. Maar het gaat over iets anders. Het zou de gegevens TikTok namelijk van gebruikers delen met de Chinese overheid. En om die reden wil de meerderheid van de Tweede Kamer de app dan ook verbieden op telefoons van rijksambtenaren. En dat is misschien ook wel slecht nieuws voor deze politici. Vertellen, ik sta met foto in de modder, zo'n soort. Het enige probleem is, ik kom er niet meer uit. Bobby, wat vind je ervan? Nou, ik denk niet model, alleen gewoon TikTok verbinden, maar gewoon de sociale media. Ja? Zit je er niet op? Nee, nou, TikTok ben ik niet zo heel erg in thuis. Ik heb natuurlijk wel een account, maar ik ben meer van de Instagram en Twitter en Facebook. Dave Maasland, je bent cyber-expert. Hoe gevaarlijk is het uiteindelijk, die spionage via TikTok? Nou, bij heel veel van dit soort verhalen is het vaak theorie, een beetje vaag als het over technologie gaat. Maar vorig jaar heeft TikTok toe moeten geven, in december, dat ze daadwerkelijk journalisten hebben bespioneerd door middel van TikTok en waar ze geweest zijn. Dus in het geval van TikTok is het niet meer de vraag, zouden ze het kunnen? Ze kunnen het en ze doen het ook. En daar zit, kijk, iedereen die nu kijkt, dus joh, Dave gaat weer vertellen dat je geen TikTok moet gebruiken. Nee, maar iedereen toch met een smartphone, zodra je toch het internet op bent, dan weten ze toch alles van je? Nou ja, kijk, dit is de app van TikTok, kan twee dingen. Alles wat je in de app van TikTok doet, wat je daarin typt, wat je daarin verstuurt, welke video's je kijkt, waar je op klikt, dat mogen zij bekijken. En daarnaast weten ze je IP-adres en je locatie. Mm-hmm. Nogmaals, voor de gewone gebruiker, daar kan je vraagteken bestellen, maar goed. Maar als we het hebben over rijksambtenaren, Tweede Kamerleden, ik denk niet dat we moeten vragen, waarom zou je het wel doen op dat toestel? Ja. We moeten echt een stukje minder naïef worden, zeker als het gaat over dat soort bewindslieden. Zijn ze naïef in de Tweede Kamer, die politici op TikTok? Je zag destijds wel campagnefilmpjes inderdaad allemaal op TikTok. En lokale afdelingen, provinciale afdelingen die het gebruikten om toch die kiezer op een bepaalde manier te bereiken. Ook vooral de jongere kiezer. Doe dat dan niet met je telefoon waar je ook geheime dingen mee deelt. Waar je overheidsinformatie op deelt die nog niet publiek moet worden of wel. Dus wees daar voorzichtig mee. En doe dat dan met een telefoon van je dochter of zo. In Amerika is dat verboden, toch? Ja, in Amerika maken ze zich hier heel veel zorgen over. Hebben ze inderdaad ook gezegd, iedereen die in en om het congres werkt mag hier niet gebruik van maken. Omdat zij het gewoon zien als een onderdeel van de cyberoorlog die ze eigenlijk voeren. En we hebben ook gezien de afgelopen tijd een ballonnenoorlog met China. Ja. Dus zij denken dat China allerlei informatie verzamelt. En Dave zegt ook terecht, soms doen ze dat ook bij journalisten. En de Amerikanen vinden het vreemd dat bij de Chinese kinderen er soort een tijdslimiet erop zit. Hè. Dus na 40 minuten dan stopt hij ermee. Amerikaanse kinderen, daar zit het niet op. Dus ze zitten de hele dag op dat ding. En er was laatst een onderzoeker van een gerenommeerde Amerikaanse universiteit. Die zei, onze kinderen zien allemaal kattenfilmpjes en domme filmpjes. Die Chinese kinderen zien allerlei wetenschappelijke filmpjes. Maar als je nu vraagt aan jongeren, wat wil je worden? Zegt een gemiddelde Chinees, op nummer 1, ik wil astronaut worden. En onze Amerikaanse kinderen zeggen, wij willen influencer worden. Dus die Chinezen proberen ook nog eens onze bevolking te beïnvloeden. Dus de Amerikanen, ze hebben het nu verboden voor mensen in het congres. Maar ik zal me niks verbazen als ze überhaupt de app gaan verbieden. Is er bij een verbod dan ook een kans dat er misschien wel een vervangende variant op komt? Ik denk dat hier de discussie over gaat. Kijk, Facebook kunnen we ook een discussie over hebben. Ja. Dus het gaat ook, wie vertrouw je qua technologiebedrijven? Ja. Alleen, nogmaals, bij TikTok is het misgegaan. En het is verschrikkelijk misgegaan. En we hadden het over muziek kan je niet met een computer maken. Ik denk dat we bijna nu allemaal het bestaan van ChatGPT kennen. Daar kan je gewoon een vage schrijven, een script voor een talkshow. En misschien komt er wel iets van 7:30 uit. Ja, hebben we wel eens geprobeerd, ja. Werkt. Ja, maar kan je voorstellen, als je dit soort data verzamelt. Ja. En wat voor profiel je kan maken als je dit weet. Nogmaals, iedereen moet het zelf weten. Er zit een knop in TikTok. Ja? Dan kan je gewoon naar privacybeveiliging kan je zeggen, download mijn gegevens. Duurt 4 dagen. En dan krijg je opgestuurd van TikTok wat ze van je weten. Dus dan zou ik zeggen, doe dat. Nou, dan weet je ook ongeveer wat ze van je hebben. Dan gaan we met z'n allen doen. En daarmee zijn we er. Straks de bijzondere relatie tussen Donald Trump en zijn mogelijke opvolger. En wie hier aan tafel heeft anti-kraak gewoond. Tot zo.